Langs de A15 bij Oosterhout zijn al een tijdje 4 grote windturbines te bewonderen. Het was dan ook de locatie waar Open Energiedag van 2023 werd afgetrapt. Speciale gast hierbij was demissionair minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. Ondanks de kleinschaligheid van deze locatie is die zeker niet minder belangrijk. Ja, dit soort lokale initiatieven zijn echt superbelangrijk, want het is energie die dicht bij huis wordt opgewekt. Eigendom van deze windmolens is ook bij de lokale bevolking, dus ook de winsten hiervan worden meteen weer lokaal gedeeld. Dus niet grote energiebedrijven die dit soort projecten ontwikkelen en daarvan profiteren, maar echt ja, inwoners hier uit de buurt die samen zo'n project hebben gerealiseerd en er ook samen beter van worden. Op deze open dag kunnen bezoekers nog beter de wereld achter hun stopcontact en thermostaat leren kennen. Het is heel belangrijk dat je weet waar de energie vandaan komt, dat je bewust bent van waar de energie vandaan komt en dat je niet vanuit gaat dat het zomaar vanzelf komt. Vanwege de opwarming van de aarde, vanwege de klimaatcrisis, is het ook heel belangrijk dat die alternatieve energie zoals deze, dat normaal wordt, dat dat normale energieopwekkers worden. Meer duurzame energie is natuurlijk goed, maar er kan ook te veel worden opgewekt, waardoor het elektriciteitsnet simpelweg vol raakt. Wat doen we met al die opgewekte energie? Hoe zorgt u ervoor dat dit niet een soort buffer wordt en waar we uiteindelijk van moeten beslissen dat we de energie weer los moeten laten? We bouwen voor meer dan 4 miljard per jaar extra bij aan elektriciteitsinfrastructuur. Maar we moeten het ook vooral slimmer gaan gebruiken. Dus op het moment dat het waait en de zon heel hard schijnt, juist dan zorgen dat we energie kunnen gebruiken of die opslaan in batterijen en groene waterstof voor de momenten dat het even niet waait of de zon even niet schijnt. Maar dat is dus een hele omslag in hoe ons netwerk werkt. Ondanks deze regio al goed op weg is wat betreft duurzame energie, valt er ook hier nog winst te behalen. Het is belonen van goed gedrag. Dat leidt ertoe dat mensen ook hun energie gaan besparen. Het gaat er vooral om dat we het gaan stimuleren. Leiden dit soort lokale initiatieven juist niet tot versnippering en daardoor tot vertraging van de verduurzaming en naar de energietransitie toe? Het is heel belangrijk dat wij als Rijk samen met provincies en gemeenten nadenken over wat moet waar en wat kan waar. En als je dan goede locaties hebt uitgekozen, dan met coöperaties van onderop zorgen dat die projecten ook worden gerealiseerd. Maar iets meer sturing dan we in het verleden gewend waren, is wel hard nodig. Landelijk zullen ruim 5000 bezoekers een kijkje nemen bij een duurzaam energieproject. Eén ding hebben ze gemeen, ze moeten toch echt even op de foto. Yes.